Het contract is officieel ondertekend. Voor hoeveel jaar? Dat is voor 4 jaar heeft OWJOS zich verbonden als maatschappelijk partner aan de Stichting Tour de Delle. Dat we dus het vereniging OWJOS dus als startpunt, maar ook als eindpunt kunnen gebruiken. En ook van alle faciliteiten van OWJOS mogen gebruiken voor de Tour de Delle. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat het weer gaat beginnen. We hebben het jarenlang hier gehad, de Tour de Delle, wat een enorme happening was. Dat is eigenlijk iets waar je als voetbalvereniging ook een plek midden in de samenleving voor hebt, waar je het sportpark voor kunt gebruiken. Helaas heeft het een paar jaar stilgelegen, ook door corona. Maar we zijn heel blij dat weer nieuw leven is geblazen is door de Veluwse wensambulance. En daar werken we heel graag weer aan mee. En hoe is dat om dit weer op te pakken? Want het was natuurlijk Tour de Delle voor het KIKA-fonds. Vrijwilliger van ons, van de Veluwse wensambulance, die zei van ja, maar we moeten er toch iets een keertje doen voor onze vestiging in Opheusden. En door de corona heeft dat niet plaats kunnen vinden. Ze zegt, we gaan een wandeltocht organiseren van Elburg naar Opheusden, 70 kilometer. Ze heeft het ook helemaal gelopen. Dus met nog een aantal mensen hebben ze daarna nog ook weer. En toen hebben we gedacht, hey, wacht even. Wij zoeken structurele geldmiddelen. Nou, en misschien is dan de Tour de Delle, misschien als we die weer opzetten, een structureel iets voor de financiën van de Veluwse wensambulance. Ja, want er is veel geld nodig. Jullie rijden met meerdere ambulances. Ja, we hebben 3 ambulances en je hebt natuurlijk ook je vaste kosten. We hebben 140 vrijwilligers. Ja, die wil je ook niet onverzekerd op pad sturen. Die lopen natuurlijk risico. Ja, en de wensvragen moet verzekerd zijn. Alice, wat is jouw ervaring met de wensambulance? Nou, wij zijn in juni 2021 met de wensambulance weg geweest, omdat het een wens was nog van mijn moeder. En waar zijn jullie naartoe gegaan? We zijn in de Weerhebben geweest, hebben we een hele mooie boottocht gemaakt. En daarna hebben we nog even afgesloten bij ons huis met een barbecue. Dus we hebben echt een fantastische mooie middag gehad. Ja. En waarom koos zij voor de Weerhebben? Nou, mijn moeder die wou graag nog een keertje met de hele club iets doen. En dat was heel moeilijk, omdat zij eigenlijk alleen maar liggend vervoerd kon worden. Dus vandaar dat we uitkwamen bij de wensambulance. Hoe was dat voor jou, Mila? Ik vond het ook wel zielig voor oma of zo, maar het was wel gewoon leuk voor oma. En ik heb er wel van genoten. Iedereen heeft van genoten. En zag je ook dat oma ook genoot? Ja. Ja? Nou, ja. Hoe mooi is het dan dat dit mogelijk gemaakt wordt door de Veluwse wensambulance? Mooi. Het is een ambulance waar we mensen liggend in kunnen vervoeren. En ja, ik kan jullie even laten zien wat er allemaal in zit. Ja, ik was al nieuwsgierig. Ik denk even kijken hoe het eruit ziet. Ja. Oh ja, dat is best wel ruim. Ja. En wat me opvalt is het comfortabele matras. Ja, ja. Dat is speciaal gemaakt voor deze brancard. We hebben ook speciaal laten maken. Dat is ook een veel dikkere matras dan wat er op een normale brancard ligt. Ja, echt voor het comfort van de mensen die we moeten vervoeren. Ja. De wensvrager, zoals we dat noemen. Ja, is ook wel nodig, hè? Ja, we praten. En een bijrijdersstoel? 2 bijrijdersstoelen. 1 is er altijd voor de verpleegkundige die meegaat. Elke rit gaat een gediplomeerde verpleegkundige mee. Dan kan nog iemand van de familie mee achterin. En dan kan nog 1 familielid voorin. En nou ja, vaak gaan we met een hele stoet op pad, want dan rijdt de hele familie met auto's erachteraan om de hele dag mee te maken. Ja. Ja. Vaak wordt er gedacht dat het echt alleen in de laatste, het is wel de laatste levensfase dat je dit aanvraagt. Maar het kan dus ook, mijn moeder is bijvoorbeeld, die heeft nog een half jaar daarna geleefd. Dus het is niet per se dat het in de laatste dagen moet. En dat wordt volgens mij heel vaak gedacht. Kijk, wij hadden, het is gewoon de intentie zeg maar, dat je liggend vervoerd moet worden. Dan kan je dus gebruik maken van de wensambulance. En dat hoeft dus niet per se zeg maar, echt in de laatste levensfase. Kijk, als iemand gewoon niet meer kan zitten, dan kan je dus ook al een wens aanvragen. Een gemiddelde wens kost ongeveer 400. Dus als je er 200 hebt, reken dan maar uit hoeveel geld je nodig hebt. Die brancard die ik nu net omschreef, hè, die hier met dat extra dikke matras, ja, die kost bijna 50.000 euro. En er zit nog een speciale vloer in die hydraulisch is, die extra comfort geeft voor degene die erop ligt. En nog even over de Tour de Delle. Je kan op meerdere manieren meedoen. Ja, je kan op alle mogelijke manieren meedoen. Je kan op een e-wieler meedoen, je kan op klompen lopen, je kan wandelen, fietsen, op een elektrische fiets. Alleen dat mag niet gemotoriseerd. Dus een scooter mag daar weer niet. Maar een elektrische fiets mag dus wel, omdat ja, als ik naar mezelf kijk, als ik dat stuk moet gaan lopen en met een gewone fiets, kom ik niet rond. Dus nee, hoeveel kilometer is het? Het is 30 kilometer. Dus het begint dus hier op het voetbalveld richting Wezep, van Wezep richting Heerde.
over de Dellenweg, die helemaal afgesloten is met de halve medewerking van Defensie. De knobbel over bij het Harde en dan van het Harde weer naar het overjaarsvoetbalveld. De inschrijvingen, hoe loopt het? Wij hebben op dit moment zo ongeveer 350 inschrijvingen. De inschrijving stopt op 15 mei, daarna is de inschrijving niet mogelijk. De shirtjes waren altijd oranje, ja. Houden jullie die kleur? Nee, wij gaan de kleur van de hoofdsponsor, Hulst Vlier, daar gaan wij mee lopen. Zijn er onderweg nog stops? Ja, er zijn 3 stops. Voor het station in Weesup, er is een PNR-parkeerplaats, daar is een rustpunt. En dan halverwege de Dellenweg is nog een groter rustpunt. En op bovenop de knobbel is nog een rustpunt. Dat zijn er totaal 3. We spreken heel veel mensen die vanuit hun familiekring of vanuit hun kenniskring ervaring hebben met de wensambulance. En die allemaal zeggen van het is zo'n mooi initiatief. Ja. Ik hoop er zelf nooit gebruik van te maken. Nee, maar als ik er gebruik van moet maken, dan doe ik het ook zeker. Ja. Dat krijgt een hele boost door die Tour de Delle. Hoe vind je dat? Ja, dat is heel mooi. Echt. Want ik denk dat heel veel mensen zeg maar, die er dus ooit met de wensambulance weg zijn geweest, dat die sowieso zeg maar, wel mee willen doen of dat die enthousiast zijn. Maar het is ook juist heel mooi dat je de hele groep eromheen, zeg maar, die mensen dat nog iets onbekender is, om die daar ook kennis mee te laten maken. En doe je zelf mee? Ik denk, we hebben nog niet ingeschreven, maar Mila, gaan we gewoon meedoen? Met mij? Met Tour de Delle? Ja. Ja, hè? Ja, we gaan nog inschrijven. Dan zien we jullie terug. Ja, dankjewel. Geef je op en doe mee. Ja, want jullie hadden een mooi motto, zag ik op het affiche van Hulst Vlier. Ja. Bewegen. Bewegen voor iedereen, hè? En voor wensen. En voor wensen, ja. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, dat mogelijk gemaakt wordt. Ja.